Ja, vrienden, we hebben natuurlijk weer genoten van de B&B Vol Liefde. Ja, maar waar zal ik beginnen? Ik bedoel, we hebben zoveel onderwerpjes nu. En we hebben nou zelfs die gozer met die Martijn in Portugal. Die heeft steeds bril op hoofd. Ja, een bril op hoofd. Die altijd maar met zijn ouders daar zit. En die al rolig allemaal maar niet kiezen. Met zijn bril op zijn hoofd. Nou ja, goed. Bril op hoofd, laten we even gaan. Dan hebben we natuurlijk dat meisje in Spanje. Die naveltruitje, hoe heet ze? Ja, naveltruitje. Die Denise. Nou ja. Goeiedag zeg. Die kan gewoon het uithangbord worden voor het stadion in Veendam. Dat heet De Lange Leegte. Nou, dat is zij hoor. En die, ja, daar komt dus gewoon niks uit. Dus dat laten we ook lekker gaan. En dan hebben we natuurlijk onze fluisteraar in Frankrijk. Ja, dat is natuurlijk ook leuk daar. Want daar hebben we natuurlijk Pussy Mau, die Petra. Maar ja goed, die hobbelt daar maar rond. En ja, dat schiet dus verder niet op. En dan hebben we daar ineens gekregen die Daisy. Een of andere lerares. Maar met heel ingewikkeld haar. Dus die noem ik even ingewikkeld haar. Voor het gemak. Nou, en ingewikkeld haar, die is nog niet volwassen en dat loopt maar te giebelen, te geiten en te feesten en noem maar op. En die denkt dat de hele dag maar polonaise is. En in het begin ging die fluisteraar, die ging nog een beetje, ze pikkie achterna, die dacht, lekker. Maar hij kwam er toch wel snel achter dat die toch ook een beetje kiriwiet is. Maar ja, luister, die Pussy Mau, ja, die mist natuurlijk het nodige aan smakelijk, dus ja, dat gaat hem dus niet worden dan met de fluisteraar. Nou en zo zitten we maar met al deze problemen opgezadeld in die B&B Vol Liefde. Want richten wij onze aandacht nu even, vrienden, op het probleem Oostenrijk. Ja, want daar zit natuurlijk Jodelaïti 2. En vrienden, het woord verbijstering is niet eens op zijn plaats bij Jodelaïti 2. Want die maakt het nog veel erger eigenlijk dan Jodelaïti 1. Ja, en wij dachten, die kan niet meer geklopt worden. Ja hoor, ja, en dat doet ze moeiteloos. Want ze heeft daar dus ene Harm Jan zitten, ja. Nou ja, die heb ik dus voor het gemak vorige keer Henny genoemd, maar die noem ik vanaf nu de huisman. Dus de huisman die zit daar. En ja, en die denkt, de huisman, die denkt steeds maar dat hij een kans maakt. Nou, hey, huismannetje, goed nieuws voor je. Kansloos. Kansloos, want Jodelaïti 2, die is inderdaad verknipt. Dat is een gevalletje, totaal verknipt. Want die krijgt dus ook nog bezoek, kreeg ze van een Ruud informant bij belasting. Dus zeg maar een spion. Die heeft een spion in huis. Maar goed, die spreekt ze amper aan. Want ze zit constant maar boven op haar verdieping. Want ze is zo bezig met haar kinderen, want de kinderen gaan voor. Dus wat blijkt? Jodelaïti 2 heeft last, beste vrienden, van het moederkloeksyndroom. Ja. En daar kun je voor behandeld worden. Ja, in Barneveld. Daar hebben ze gewoon klinieken voor het moederkloeksyndroom. En die vrouw is al helemaal bezig met kinderen. Nou goed. En die mannen, dat, ja, want het deurtje is dan dicht, hè. Deurtje is dicht. En die mannen, als die ook maar iets te dichtbij komen, dan staat ze al helemaal onder stroom. En dan begint ze al helemaal te vibreren. En dan staat het mens helemaal onder stress. En die kan dat helemaal niet aan. Nee, dus die moet gewoon heel ver weg blijven bij mannen. En wat hebben we nou ook nog gezien met die huisman? Want die huisman, die ging dus vertellen aan de spion. En de spion zegt, ja, we zitten tussen jou en Jodelaïti 2. Nou, en toen zegt hij, moet je opletten, ja. Ja, maar, ja, het is al gebeurd tussen ons. Ja, het is al, ja. Ha. Hey, hoe hard wil je liegen, huisman?
Wat een bluf. Hoe kom je daar nou bij? Zie je het voor je? Dat jij maar überhaupt in één bed hebt gelegen met Jodel IT 2000. Dan had je een lekker schok gehad. Vriend van Tokio, man. Zie je dat? Dat jij erop gelegen hebt zo? Ah, nee, jongen. Ik ken helemaal niet. Je komt niet eens in de buurt. En misschien heb je een zoentje gehad hier. Hier net onder je oog. Daar. Heb je misschien één klein zoentje gehad en verder niks. Wat een bluf. Nou goed. Maar ja, dat gaat natuurlijk uitkomen. Ja, want zeg maar die spion. Die gaat misschien dat een keertje melden. Dat denk ik dan, hè. Weet niet zeker, maar dat gok ik. In ieder geval, ik kan niet wachten weer, vrienden. Net als jullie. Op de nieuwe aflevering van de BNB. Vol liefde.